dit, zijn, dit is een van de feesten waar ik regelmatig naartoe ga. Ik vind het prachtig om te zien bij die mensen en er is volgens mij gewoon helemaal niks mis mee. Het ging om dit soort foto's. Dit is bijvoorbeeld een web die op een van die feesten gewoon staat en waar iedereen dit soort foto's in maakt. Zo, lekker aan het Facebooken. Ja. En je hebt er ook wel eens mindere ervaringen mee? Ja, ja, ik had erop gezet dat ik een andere baan aan het zoeken was. Omdat ik een beetje gezeur had gehad met mijn baas. En dat ik als astronaut behandeld werd. Dat ik half bedreigd werd. Was je baas niet zo blij mee? Nee, die vond het niet heel leuk. Nee, dat klopt. Erwin en Anna kregen allebei problemen op hun werk door hun uitlatingen op Facebook. Anna wil er nog wel over praten, maar alleen onherkenbaar. Ik had een aantal foto's op mijn Facebookpagina staan. En die zijn uiteindelijk in de openbaarheid gekomen. Waardoor mijn werkgever deze heeft gebruikt in een ontslagzaak. Ja, toen kreeg ik opeens papier onder mijn neus van dit heb jij op Facebook gezet. Ja. Wij zien in onze praktijk dat social media een steeds grotere rol speelt. En dan met name als ondersteunend bewijs in allerlei zaken. Dat LinkedIn, Twitter, Facebook dankbare bronnen zijn vaak om bewijs te vergaren door de werkgever. Soms ook trouwens door de werknemer. En dat je ja, op die manier je zaak verder bouwt. Nieuwsuur deed een inventarisatie onder de 1000 leden van de VAAN, de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten. Over de rol van social media in ontslagzaken. Een kleine 300 mensen vulden de enquête in. Driekwart daarvan geeft aan wel eens een ontslagzaak gehad te hebben waarin social media een rol spelen. De helft van de advocaten die hiermee te maken hebben gehad zien een toename in dit soort zaken. Het gaat dan vaak om uitingen over werkgevers, uitingen bij ziekte en racistische uitingen. Ook het beledigen van collega's wordt genoemd. En het schenden van het relatiebeding, het meenemen van contacten naar een volgende baan. Advocaten geven ook aan dat het zelden direct leidt tot ontslag. Meestal spelen er ook andere zaken. Dat zien ze ook in het kantoor van Mariska Aantjes. Zij gaf de afgelopen jaren veel trainingen over de rol van social media in het arbeidsrecht. Hoe ver gaan werkgevers daarin? Werkgevers gaan daarin steeds verder. Ze pluizen accounts uit, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube. Ja, alles wordt wel met een vergrootglas bekeken. Het is de afdeling cybersecurity, waar we met een aantal digitale rechercheurs onderzoeken doen voor opdrachtgevers op digitale fraude. En steeds vaker wordt bij dat soort onderzoek ook gekeken naar uitlatingen van werknemers op social media. Wat is dit van 25 februari? Het zal wel van een printscreen van maken. Ja. Wij draaien maandelijks een aantal 100 zaken waarbij ik denk dat 70-80% soms social media een nieuw onderdeel is van wat we meenemen als onderzoeksmogelijkheid. Dus de toename daarvan is echt enorm. De foto's stonden in principe gewoon geblokkeerd, maar het is natuurlijk ook mogelijk dat bepaalde mensen ze gewoon aan anderen laten zien en dat is uiteindelijk gebeurd. Tijdens die ontslag kwam hij wel weer terug op de Facebookberichten. Ja, en jij wist niet dat je werkgever dat überhaupt gezien had? Nee, nee. Hij heeft denk ik ook via collega's gezien, want hij, als het goed is kon hij het ook niet zien. Dus. In hoeverre gelden die social media bronnen ook echt als bewijs in de rechtszaal? Die social media bronnen die zijn openbaar toegankelijk, hè, vaak door de werknemer zelf. Op het internet geplaatst, dus de werkgever kan daaruit putten. Tenzij er sprake is van onrechtmatig verkregen bewijs, dan kun je bijvoorbeeld denken dat die werkgever zich door de toegang heeft verschaft tot de computer van de werknemer om bij zijn Facebook-account te komen. Maar als hij zelf Facebook-vriend is van die persoon, of een collega is met die informatie naar de werkgever gekomen, dan kan hij er in principe wel gebruik van maken. Maar bij Hofmans gaan ze, als er aanleiding voor is, ook verder dan dat. Qua tekst en inhoud zie je toch dat diegene daarop terugvalt. Zo sturen ze hier in opdracht van werkgevers ook mails naar verdachte werknemers om achter IP-adressen te komen, die dan weer gekoppeld worden aan bijvoorbeeld een verstuurde tweet. En als je berichten verstuurt van een zakelijke telefoon, mag een werkgever vaak nog verder gaan om bewijs te verzamelen en zelfs je WhatsApps gebruiken.
Als wij dat kunnen, is het altijd gekoppeld aan het zakelijk gebruik. Op het moment dat het op de juiste manier bekendgemaakt is aan medewerkers, dat bij fraude we dat eventueel kunnen onderzoeken, ja, dan kunnen we eventueel ook beschikken over de inhoud van de WhatsApp-bericht. Dus eigenlijk is niks meer privé, want je denkt dat is van mijzelf, maar dat is dan niet zo? Nou ja, privé, kijk, als het zich via de zakelijke middelen, de telefoon, de laptop, de iPad van je werkgever is, ja, zit er altijd de mogelijkheid in dat iemand meekijkt. Nou, ik ben nu aan het kijken van welke feestjes er de komende periode zijn. Nou, het heeft mijn gedrag dermate veranderd dat ik eigenlijk geen foto's meer op Facebook zet van mezelf in dit soort kleding. Ik hou dat heel erg privé. Als er foto's worden genomen, dan worden die ook met mijn eigen toestel genomen. Of echt door de vrienden die ik 100% vertrouw. Kom maar weer. Deel minder dingen openbaar. Ik heb geen collega's bijna meer op mijn Facebook. En ja, daar kom ik toch minder snel bij de mensen die het niet moeten zien terecht, zeg maar. Ja, bij ons Wilbert Thomassen, vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Welkom. Ja, werkgevers die WhatsApp-berichten controleren van werknemers. Ik denk dat veel mensen daarvan schrikken. Mag dat? Ja, je ziet dat mensen ervan schrikken. Tegelijkertijd natuurlijk mogen werkgevers controleren wat er met hun communicatiemiddelen gebeurt. Het belangrijkste is dat werkgevers daar ontzettend duidelijk over moeten zijn. Kort gezegd, je moet laten weten wat je doet, wat je eist. Leg het nou vast, protocoleer het, maar laat werknemers niet in het ongewisse over wat je uiteindelijk kunt doen. Maar je kan dus als werkgever zeggen, jij mag deze telefoon van de zaak gebruiken, maar weet wel, ik kan eventueel, als er daar reden toe is, jouw WhatsApp-berichten bijvoorbeeld, ja, of mails dat controleren. Dat kan, en de mate waarin je dat doet hangt natuurlijk af van wat er aan de hand is. Steeksproefgewijs eens kijken of iemand niet zijn boekje te buiten gaat, of vanwege kosten of wat dan ook, is vanzelfsprekend. Wat verder gaan, dus echt gaan kijken wat er gebeurt, dan heb je wel een vermoeden nodig dat er echt iets mis aan het gaan is. Maar in zijn algemeenheid, kijk, kern is, daar komt het wat mij betreft op neer, wat ons betreft op neer, wees duidelijk, verras elkaar niet. Het gaat om iemand zijn persoonlijke leven, om zijn privacy. Wees er duidelijk over, maak er goede afspraken over met elkaar. Ja, want wat voor risico's lopen werknemers als het gaat om het telefoongebruik van werk en laptops bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld wat je hier zit, hè, dat een werkgever... Maar is dat het enige of zijn er meer risico's? Het kan uiteindelijk consequenties hebben voor je arbeidsrelatie. Het kan privé consequenties hebben. Je kan op alle mogelijke manieren worden aangetast in je persoonlijke levenssfeer. En je hebt ook als werknemer het recht om uiteindelijk voor een belangrijk deel onbespied te blijven. Je hebt recht op een vorm van privacy. Tegelijkertijd, je hebt een arbeidsrelatie en de werkgever heeft recht om jou te controleren. Maar ik kom terug op wat ik in het begin zei. Je moet er duidelijk zijn. Je moet elkaar niet verrassen. Je moet als werkgever, en dat is wel de plicht die je hebt, maak een goede afspraken. Zorg daarvoor met elkaar. Ja, u houdt dat allemaal in de gaten. Nou zijn er ook werkgevers die over de schreef gaan. Er was er onlangs twee bedrijven die op de vingers heeft getikt. Bedrijven die werknemers een armbandje gaven waar de gezondheidsinspanningen werden geregistreerd. Wat ging daar mis? Nee, wat er eigenlijk misging, het is net een andere casus dan dit filmpje, maar het gaat ook over persoonsgegevens en arbeidsrelatie. Kijk, als je als werkgever tegen je medewerker zegt, joh, als jij nou dit bandje draagt, dan vertelt dat jou wat over hoe gezond je bent en hoe vaak je desnoods, hoe vaak je beweegt en je slaapt en of je genoeg slaapt, of je genoeg beweegt. Maar ik wil graag meekijken, dan is mijn probleem dat je die werkgever in een situatie stelt dat hij gegevens van jou krijgt die je eigenlijk voor jezelf moet kunnen willen houden. Dus je moet kunnen besluiten, ik wil daar niet aan meedoen. Ik vind dat je uiteindelijk als werknemer, als mens zeggenschap hebt over je eigen gegevens. En je kunt in een arbeidsrelatie, het is je baas, je bent ervan afhankelijk, je verdient je geld bij hem. Je wilt graag blijven werken. Dus dit is een kwetsbare ontwikkeling, zou ik zeggen. Je staat simpelweg niet helemaal vrij om ja of nee te zeggen, vinden wij. Ja. Dus je moet je werknemer ook niet in de situatie brengen dat hij voor die keuze komt te staan. Maar nou kan ik me voorstellen met alle technologische ontwikkelingen dat het iets is wat we veel vaker gaan zien. Is het een ontwikkeling waar u zich zorgen over maakt? Nou ja, zorgen. Kijk eens, ik weet bij wijze van spreken nu nog niet wat over een half jaar het nieuwe innovatieve middel zal zijn. Wat mij zorgen zou kunnen baren is als mensen niet duidelijk zijn tegenover elkaar. En daar kom ik op terug. Mensen moeten aan elkaar laten weten wat ze doen, elkaar niet verrassen. Ja, dat heeft u duidelijk gezegd. Maar heeft u een idee hoe vaak het misgaat, hoe vaak bedrijven over de schreef gaan? Ja, kijk eens, voor de autoriteit persoonsgegevens is het omgaan met elkaar als het gaat om persoonsgegevens en arbeidsrelaties ontzettend belangrijk. We doen er onderzoeken naar. We zijn een betrekkelijk kleine organisatie.
Dus echte grote onderzoeken waarbij we werkgevers op de vingers tikken, dat zijn er een handje vol geweest afgelopen jaar. Veel kleinere berichten naar werkgevers, zou je dit nu wel doen? Op basis van signalen die we krijgen, doen we veel vaker. En toevallig, u noemt die armbandjes, die wearables zoals ze bij ons heten. De afgelopen weken hebben we een aantal keren onderzoeken gepubliceerd die hierover gaan. Dus het komt veel voor en het houdt mensen ontzettend bezig. Ja, en die ontwikkelingen gaan hard. Ja. Kunt u het bijbenen? Moeizaam. We zijn een betrekkelijk kleine toezichthouder. Kijk eens, alles is op dit moment persoonsgegevens. We zijn het afgelopen jaar moeiteloos door de 1,5 miljoen appjes gegaan. Er zijn in Nederland ongeveer 130.000, 140.000 verantwoordelijke organisaties, overheden die aan persoonsgegevens doen. En we zijn met een man of 80, all inclusive. Dus eerlijk gezegd hebben wij veel meer mensen nodig, willen we echt. Het gat tussen de mens en alles wat er kan, prachtige nieuwe innovatieve dingen, om dat gat te dichten. Duidelijk verhaal. Hartelijk dank voor uw komst. Wilbert Thomassen, dank u wel.